En mensen, leuk dat jullie kijken naar een kort klein vlogfilmpje. We gaan even de kerstboom optuigen voor oma. Want oma wil de kerstboom weer in het huis hebben. Goed, kijk eens, een mooie rollatertje heeft ze. Ja. Nou, we gaan de kerstboom even optuigen. Hoor de wind waait. Nee, Sinterklaas. Nou, hier hebben we de kerstboom dus. Oma heeft hier de doos met de ballen. Zo. Dus, leuk zo'n kerstboompje optuigen. Nou, de kerstboom wordt opgetuigd 2023, jongens. En we zijn alweer wat kwijt. De stickerkast zijn we kwijt van de kerstboom. Want ja, die wilden we natuurlijk een beetje straks een mooie verlichting krijgen. De piek staat er weer op. Mooie piek van oma. En. Oh. Nee, even kijken. Ik denk het niet. We gaan even kijken. Nee, want hij moet ergens in een. Lampjes in zitten en daar zit natuurlijk een soort stekkertje aan, die natuurlijk dan ergens anders in moet. Dat is dan hier en dat is dan dus weer kwijt. Ja, we doen het maar één keer per jaar, hè, de boom optuigen. En het is altijd. Ik zet je in deze, ja. Nee, ook niet. Nee, man. Dat heet ook niet. Nee. Nee. Ik zet jullie ondertussen even neer, kunnen jullie lekker meegenieten. De kerstman naar beneden. Zo. Hoorde die kling. Kom op. Nou goed, we gaan dus die boom tuigen. Heel gezellig met oma. Kerstballen hier. We zoeken dus een stekkast. En ik zit eens even te kijken, jongens. Want deze moet dus ergens in. We hebben trouwens ook kerstmuziek, jongens. Ik wil een beetje kerstmuziek luisteren. 1, 2. Dat is best. All of our youthful lives so bright. We'd never seen the sky so white. And I just want that winter feeling. Very merry, happy without one. Very merry, happy
optuigen. Alleen lampjes natuurlijk, dat blijft nog even een klein probleempje. Dat gaan we binnenkort wel gewoon weer oplossen. En nou, dan kijk, er staat een mooie kerstboom staat. Sinterklaas moet trouwens nog komen. Die zal wel denken, wat is dit voor onzin? Nou, oma die zit eventjes weer terug. Ja, die moet even weer rusten. Goed, we zijn binnenkort gewoon weer terug met een ander leuke vlogje. En ja, nou, ik zal alvast zeggen, fijne dagen, maar dat is wel een beetje vroeg.